Leuk dat je kijkt naar mijn nieuwe video. Vandaag ga ik in een make-up tutorial laten zien hoe je deze make-up look van Carice van Houten kan namaken. De reden dat ik haar heb gekozen om na te doen in deze make-up tutorial is omdat mensen soms tegen mij zeggen dat ik een klein beetje op haar lijk. En ik dacht, dan is het dus extra leuk om een keertje haar na te doen. Ik wens je heel veel plezier met het kijken van deze tutorial. Als het leuk is, doe een duimpje omhoog. Of abonneer op mijn YouTube kanaal. En ik ga gelijk beginnen. Doei doei! Oké, om te beginnen breng je eerst wat dagcreme aan. Ik had nog een heel klein beetje over in deze tube en ik dacht ik maak hem even op. Ja, het is belangrijk dat je veel dagcreme aanbrengt, want je make-up blijft dan mooier zitten. En ja, het is ook gewoon goed voor je huid als je het goed gaat hydrateren. Vervolgens breng ik een primer aan, want Carice heeft ook een hele mooie gladde porseleinachtige huid. En door de primer blijft de foundation mooi zitten en heb je minder poriën, lijntjes, etc. Oké, we gaan over naar de foundation. De foundation die ik gebruik is van MAC. Ik ben er echt heel erg tevreden over. Het is een hele fijne textuur. Hij ruikt lekker. Hij is helaas wel een beetje aan de dure kant. Volgens mij was hij iets van 31 euro. Maar ik ben er heel erg blij mee. En de kleur is ook perfect voor mijn huid. Zoals je ziet, ik ben best wel bleek. En er zijn weinig foundations die ja, dan mooi staan. Ik breng hem aan met mijn handen. In plaats van met de Beauty Blender. Omdat ik het zo natuurlijk mogelijk wil houden. En ik heb voor mijn gevoel soms dan gewoon wat meer controle. Oké, vervolgens borstel ik door mijn wenkbrauwen. Die nodig geëpileerd moeten worden trouwens. En dat ga ik nu doen. Ik haal even wat kleine haartjes weg. Ik ga het niet heel veel epileren. Want als ik het doe, dan waks ik het meestal. Maar de losse haartjes, die haal ik wel gewoon weg. Vervolgens breng ik nog een klein beetje van de foundation aan onder mijn ogen als een soort van concealer. Ik wil namelijk niet een hele witte concealer onder mijn ogen. Ik heb ook nog altijd een beetje over, dat doe ik dan op mijn oogleden. Dan gebruik ik dat gelijk als een soort van primer voor de oogschaduw. En alles is dan in dezelfde kleur. Oké, vervolgens ga ik weer door naar mijn wenkbrauwen. Beetje raar volgorde, maar goed. Ik doe eerst wenkbrauwgel op mijn wenkbrauwen. Deze is van H&M. En vervolgens pak ik mijn wenkbrauwpenseel en gebruik de kleur Brune van MAC. En dit doe ik op mijn wenkbrauwen. De reden waarom ik eerst de wenkbrauwgel opdeed is omdat ik heb gemerkt dat de wenkbrauwen dan nog beter blijven zitten. En ja, het ziet er nog natuurlijker uit. En aangezien Carice van Houten best wel een natuurlijke wenkbrauw heeft, wil ik het ook niet te dik aanzetten. Ik ben zelf al een fan van hele scherpe rechte wenkbrauwen, maar voor vandaag hou ik het wel redelijk natuurlijk. En je kamt het weer door. Vervolgens ga ik mijn gezicht matteren met deze witte poeder van Chanel. Die ik al echt de hele tijd heb. En je doet er echt zo lang mee. Het is echt waar voor je geld. En deze maakt me nog iets bleker. Maar dat vind ik voor deze look eigenlijk wel heel erg mooi. En koffie, of course. Vervolgens gaan we met de oogschaduw beginnen. En het ging een beetje snel, maar ik gebruik het W7 in de Buff palet. En de kleur die ik ga gebruiken is de kleur Dust. En ik gebruik hiervoor een oogschaduwkwastje van H&M die ik al heel lang heb. En die werkt best wel goed. En ik breng dit vrij licht aan op mijn oogleden. En dit is ook de enige kleur die we gaan gebruiken. Zoals je in de foto kon zien, heeft Carice een hele lichte bruinige kleur op haar oogleden. En ik kwam tot de conclusie dat het best wel mooi staat. Oké, we gaan door naar de eyeliner. Het is geen wing dit keer. We gaan gewoon een zwart lijntje zetten
boven de wimperrand. Deze eyeliner is vreselijk trouwens. Ik raad hem echt aan niemand aan, maar ik vind het zo zonde om het weg te gooien. Deze is ook van W7 en het is volgens mij de II Pirate nog wat eyeliner. Ik zet alle producten in de beschrijving, mocht je geïnteresseerd zijn. En de andere kant, zoals je zag, ging er een klein beetje wat mis, maar dat corrigeer ik later. Ik ben gewend om een winged eyeliner te doen, maar ik moet zeggen dat ik dit wel wat volwassener vind staan. En weer een slok koffie. Oké, Carice heeft heel licht een lijntje onder de ogen. Dat doe ik ook. Ik gebruik het oogpotlood van Estée Lauder, waar ik een groot fan van ben. Deze blijft ook echt de hele dag zitten. Ik veeg het een heel klein beetje uit met mijn vingers. En mascara. Deze mascara is van Kiko. Prima mascara, maar de volgende keer ga ik terug naar mijn favoriete Chanel mascara. De meeste mascara doe ik op de bovenste wimpers. Aan de onderkant een klein beetje. En vervolgens ga ik de blush doen. En dit is een blush die ik al jaren heb. En deze is van Catrice. En het is iets met apricot. Hij is niet meer te koop. En dit is wel echt de perfecte kleur. Ik doe dus best wel veel roze blush op de appeltjes van mijn wangen. Dat is eigenlijk wel een beetje iconisch voor haar look. Oké, als lippenstift ga ik een combinatie gebruiken. Ik heb een combinatie van de Bella Pierre lippenstift en deze Chanel lipstick in de kleur Liberté. En vervolgens doe ik mijn haar enigszins. Ik heb een beetje een vogelnest vandaag. En ik doe een knip in met een middenscheiding. En dat was hem. En hier kunnen jullie mij naast Carice zien. Laat me weten wat je van deze video vond. En tot snel. Doei doei!